Aan de Deventer Kano-vereniging was de organisatie toevertrouwd van de Nederlandse Kano-kampioenschappen 1963. Zeven dames dongen mee naar de titel in de K1-klasse over 500 meter. Onder hen was de blonde Thea Duif van de Geuzen de sterkste. Thea wist op deze korte afstand, waarvoor ze niet meer dan 2 minuten en 9/2 seconden nodig had, precies een lengte uit te lopen op haar voornaamste concurrenten en clubgenote Emmy Stad. Met een hartelijk applaus werden Thea Duif en Emmy Stad begroet toen ze, bijzonder fris nog, bij de jury de medailles in ontvangst kwamen nemen. Boeiend was ook de race in de K2-klasse voor heren over 500 meter. De op de voorgrond gestarte ploeg van der Ster en Baan had al na 100 meter meer dan een lengte achterstand. Maar in het verdere verloop van de race bleek dat deze heren hun krachten heel tactisch verdeelden. Puttend uit hun blijkbaar aanwezige grote reserves voerden ze het tempo zodanig op dat ze de leiders gemakkelijk inhaalden en even gemakkelijk voorbijgleden. De aanmoedigingen waren voor hen overbodig. Van der Ster en Baan wisten tenslotte ook een lengtevoorsprong te nemen. De felle eindspurt van hun tegenstanders vormde geen bedreiging meer. Voor de magnifieke prestatie van deze twee kanoers ging zelfs de bloemenfee door de knieën.